Door het feit dat ik in Brussel sta en heel wat leerlingen heb die moslim zijn. Maar ik bleef altijd zo'n beetje op mijn honger zitten, omdat heel veel bijscholingen vertrekken vanuit een bepaalde ervaringsgerichtheid of gaan over een heel klein specifiek thema. En ik vond het toch wel belangrijk, ook omdat je in de klas als professional wil functioneren, om een goede, stevige basis te hebben rond de islam. Van kleins af aan werd ik geprikkeld door mijn vader, door mijn zus, door mijn oom en dergelijke. Hetgeen wat we van thuis uit meekregen was eerder een traditionele visie op het islamitische, op verschillende islamitische disciplines. Dat was eigenlijk het eerste jaar, denk ik, dat die opleiding ontstond, alleen aan de KU Leuven. Dus ik ben dan het schakeltraject gaan volgen en dan de master. Eigenlijk ook wel puur uit interesse. Ik vond het een zeer interessante opleiding, omdat het echt vanuit een academisch perspectief vertrekt. Dus je leert de verschillende disciplines binnen de islam, dus de hadith, de Koran, fiqh, noem maar op. Ik vond het heel belangrijk ook dat er heel veel aandacht werd gegeven aan historische context. En dat is toch wel iets wat heel verrijkend was om ook mee te nemen naar de klas. Voor het feit dat het een universiteit is, vind ik wel dat ik bijvoorbeeld redelijk persoonlijk contact heb gehad met professoren, dat ook wel fijn is en heel verrijkend is geweest om samen te werken. De lessen waren ook altijd heel interessant. Toch vooral dat je bijvoorbeeld voor een aantal vakken binnen de islamitische theologie toch een heel aantal bronnen krijgt die heel verschillend zijn van elkaar, terwijl dat in de leraaropleiding vroeger niet zozeer was. Eigenlijk genoten van deze opleiding, ook intellectueel, maar ook op persoonlijk vlak. Ik had heel toffe studiegenoten van verschillende disciplines. Dat maakt het ook interessant om met hen in dialoog te gaan, om met hen een interactie te creëren. Maar ook de relatie met de professoren was heel goed. Als ik een vraag had, werd het ook onmiddellijk beantwoord. Dus in die zin heb ik ook gezien dat het allemaal heel hulpzame, bereidwillige professoren waren. Mij toch ook op een andere manier leren kijken naar de dingen in de samenleving. Je vertrekt vanuit je eigen achtergrond, je eigen geloof, je eigen ingesteldheid. Maar je komt toch heel nauw in aanraking met een andere godsdienst dan. En op die manier heeft mij dat toch wel heel fel gesterkt, heel fel verrijkt ook. En dat is ook iets wat ik enorm hard probeer over te brengen bij mijn leerlingen. Van kijk, laat ons focussen op de gemeenschappelijke basis en de grote gelijkenissen, in plaats van altijd te vertrekken vanuit ons eigen en te blijven zitten vooral in ons eigen klein kadertje. Op professioneel vlak ben ik bezig met wetenschappelijk onderzoek. Ik doe onderzoek binnen lerarenopleiding secundair onderwijs over de dialoogvaardigheden van leerkrachten in grootstedelijk onderwijs. En op persoonlijk vlak heb ik verschillende vaardigheden meegekregen om ook andere bronnen raad te plegen, om te zien wat andere denkers in het Westen erover denken, wat ze erover schrijven, wat hun meerwaarde zou zijn. Ja, ik vind dat ik vooral ben gegroeid in mijn eigen persoonlijke beleving van religie. Ik ben sowieso moslima en ook wel praktiserend, maar het heeft mij vooral veel spiritueler gemaakt. Dus de opleiding en de inhoud van een aantal vakken heeft er wel voor gezorgd dat ik mij ook dat ik een bepaalde richting uitging. En voor mij was dat meer een spirituele vorm van islam. En mij daar meer in ging verdiepen, mij daar ook echt in kon vinden. Dus het heeft wel echt heel veel impact gehad op mij, dat zeker. Maar een aantal vakken zet ik ook wel in, bijvoorbeeld in mijn lessen islam. Dus ik probeer dan ook wel het interreligieuze een beetje te betrekken bij mijn lessen islam. En dat is gewoon heel interessant.